Bekende Nederlandse presentator Jeroen Pauw heeft duidelijk gemaakt dat hij niet geïnteresseerd is in deelname aan het populaire televisieprogramma Expeditie Robinson. Hoewel de unieke ervaring en uitdaging sommige sterren wellicht zouden kunnen verleiden, heeft Jeroen Pauw zich duidelijk uitgesproken tegen een mogelijke deelname. Tijdens een recente uitzending van de Oranje Zomer, waar hij te gast was, werd hem de vraag gesteld of hij open stond voor deelname aan het survivalprogramma. Zijn reactie was overduidelijk: nee, zeker niet zeg. Nee, 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 helemaal niet. Ik vind, nee, nee. Elke vorm van ergens aan hangen of iets doen of een kuil graven. Ik moet er niet aan denken, nee. Zijn medetafelgast Rutger Kastricum maakte lachend een opmerking over Jeroens haar, waarna Jeroen op ludieke wijze toegaf dat zijn haar altijd lijkt alsof hij op een eiland verblijft. Het gesprek ging verder en het bleek dat ook andere bekende Nederlanders terughoudend staan tegenover een mogelijke deelname aan Expeditie Robinson. Zo gaf Pieter Coobelens, die op dat moment in de studio was, aan dat hij geen interesse had om nog eens 12 kilo af te vallen. Tafelgast Ben van der Burg had evenmin plannen om mee te doen, aangezien hij de benodigde tijd niet kon vrijmaken en geen affiniteit had met dergelijke spelletjes. Rutger Kastricum, een andere aanwezige tafelgast, onthulde dat hij jaarlijks wordt benaderd voor deelname aan Expeditie Robinson, maar keer op keer afwijst. Hij gaf toe dat het programma fysiek en mentaal zeer uitdagend is, en hij betwijfelde of hij het zou kunnen doorstaan voor de camera. Ik geef het een half uur, dan zit ik bij een boom te janken. Verschrikkelijk, ja. Ik ben helemaal niet zo'n held. Het lijkt er dus op dat Expeditie Robinson niet de eerste keuze is voor deze bekende Nederlanders, ondanks de aantrekkingskracht van de unieke ervaring en uitdagingen die het programma biedt.